Hoe voel je? Hoe bedoel je? Het is de laatste show. Moet er iets met je doen? Had je het zeker liever gezien dat ik een potje was gaan janken of zo? Ah, senor Van der Molen. Hoe gaat het met u? Uitstekend, Giuseppe. Schiet je wel een beetje op, want we moeten over 10 minuten weg, hè? Hé, uw vrouw, hè? Ja, die zouden er toch elk moment moeten zijn, lijkt me. Ja, waar zitten jullie? We staan stil, langs de A10, met pech. Doe kalmpjes aan. Ik zie jullie zo. Spijt mij, meneer, maar heeft u gereserveerd? Ik wil meneer Van der Molen 1 vraag stellen. Bent u tevreden met uzelf? Ja. Fout. Ik zal jou de spelregels uitleggen, Leo. Wat een schot! Ik heb hier 10 vragen. Als jij die binnen de tijd goed beantwoordt, dan kun jij maandag gewoon je kind naar school brengen. Wat heb jij godverdomme met ze gedaan? Je vrouw en dochter hebben nog een uur te leven en jij zit hier een beetje suffe vragen te stellen. Een uur te leven? Wat bedoel je? Heb jij ooit aan de quiz meegedaan en niks gewonnen? De klok loopt. Als u weet, de politie daar. Ik heb de politie gebeld. Nou, dat zullen je vrouw en dochter leuk vinden om te horen. 1 telefoontje van mij is genoeg. Niet aangetroffen. Je vrouw heeft zich gewoon een beetje gesneden. Een beetje gesneden? Wat bedoel je? Waar zitten ze? Waarom doe je dit? Nou ja, het moet wel een eerlijk spelletje blijven, toch?